We hebben gezien wat dit debat in de Tweede Kamer heeft gedaan met de veiligheid van wetenschappers. Door hun wetenschappelijke integriteit in twijfel te trekken. Zojuist, tussen neus en lippen door, gebeurt dat bij de heer Hoordijk. Ik wil dat mevrouw Van der Plas die woorden die ze over hem heeft uitgesproken terugneemt. En haar hier aangeeft dat er aan zijn wetenschappelijke integriteit niet valt te twijfelen. Mevrouw Van der Plas. Ik twijfel helemaal niet aan de integriteit van de heer Hoordijk. En ik neem mijn woorden helemaal niet terug. Voorzitter, dit is vergif. U bent dat aan het voeden. Neem dat terug. En ik hoop dat u hier zegt, aan de integriteit van de heer Hoordijk valt niet te twijfelen. Mevrouw Van der Plas. Nou, volgens mij heb ik dat net gezegd. Ik heb net gezegd, ik twijfel niet aan de integriteit van de heer Hoordijk. Dat is altijd selectief geshopt. Ik verzet mij zeer tegen de aantijging van de heer Klaver. Want de heer Klaver heeft het dan over plat populisme. Maar je hebt ook nog platter populisme. En dat is wat de heer Klaver hier doet.